Ik ben Toni de Kaper. Ik ben lid van LOKK omdat ik rond 1980 ging kantklossen. Mijn kantdocent was ook lid van LOKK en raadde mij aan om bij de vereniging te gaan. Ik ben tot deze techniek van Lierse kant gekomen omdat de kantopleiding een cursus aanbood bij Vie van Dijk. Ik ben het meest trots op een tekening van de Wiener Werkstätte die ik uitgewerkt heb in Lierse kant. Met gebruik van verschillende kleuren en verschillende steken. En die hangt op mijn kamer aan de muur. Ik heb voor de Lierse kant een spanraam nodig van vier latten die strak gezet worden. Dan wordt er katoenen stof op vastgemaakt en daartussen zit een lap witte tulle in dit geval. In tegenstelling tot kantklossen, wat je met klosjes doet, wordt dit met haaknaalden gedaan die door het tulle heen gestoken worden. Je haalt dus met de haak een lusje door het tulle. Het zijn dus een soort kettingsteken die door de tulle heen gemaakt worden en zo een motief kunnen vormen. Ik heb de skyline van Rotterdam van internet gehaald en ik heb verschillende onderdelen daarvan gecombineerd tot dit beeld. Verschillende onderdelen die wel bekend zijn voor elke Rotterdammer. De Van Brienenoordbrug bijvoorbeeld, de hef en de zwaan. De Erasmusbrug en ook de Euromast. Dit patroon is oorspronkelijk uit de cursus van de NKO. Het werd door alle cursisten geklost in Honiton techniek. Maar ik heb dat kantje uitgewerkt op een groter formaat. De bloemetjes en de steentjes die er omheen staan heb ik zelf bedacht. En de vulling in het slakkenhuis zijn Lierse vullingen. Dit zeezicht was een ansichtkaart met een tekening van Marjolein Bastin. Ik heb hem uitvergroot en daarna uitgewerkt in Lierse kant. Hij is zo gemaakt dat sommige delen losgemaakt zijn en naar voren komen. Dus hij wordt een beetje driedimensionaal. Ik haal mijn inspiratie uit allerlei tekeningen en ook uit bloemen en andere dingen die ik om kan zetten in Lierse kant.